We gaan het met u hebben over de Fiat Panda in de cross-uitvoering. En is dat nu een crossover? Nee, dat is die niet. Het is een echte 4x4. En waarom heet die dan niet 4x4? Eén, omdat een 4x4 nu eenmaal geen modebegrip meer is, want te veel CO2-uitstoot. En twee, omdat Fiat toch wel een aparte manier gebruikt om zijn voertuig op zijn vierwielen aan te drijven. En ze noemen dat de Torque on Demand Control. Dat wil zeggen dat de kracht gaat naar het wiel dat het best kan gebruiken. En dat is meestal niet het wiel dat gaat doorslippen. Maar daar komen we straks op terug. De Cross is een kleine 4x4. En waarvoor is die dan bedoeld? Fiat zetten we een beetje in de markt als zijnde voor de urban jungle in de stad dus. En dat komt goed uit, want hij is maar 3,66 meter lang. Maar deze Cross is ook te gebruiken in moeilijke omstandigheden, want hij kan eigenlijk elk terrein aan. En dat heeft hij één te danken aan zijn laag gewicht, twee aan uitstekende banden die Fiat meelevert en drie aan zijn te lokken differentiële. En als we het toch over die differentiële hebben, Fiat heeft ervoor gezorgd dat die te sperren zijn. En waarom zijn differentiële te sperren? Omdat in principe een differentieel de neiging heeft om de kracht te sturen naar het wiel dat het minste weerstand biedt. En dat is meestal het doorslippende wiel. En daar heb je dus niks aan. Als je die kracht spert en dus 50% altijd naar elk wiel gaat, dan kan je je uit de meest hachelijke situaties redden. Fiat heeft dat ook mogelijk gemaakt omdat de Cross een behoorlijk vrije bodemruimte heeft van bijna 17 centimeter. En vooral omdat het koetswerk nauwelijks overgangen heeft. Zowel achteraan als vooraan staan de wielen vrijwel op de hoeken van het koetswerk. En dat maakt dat deze Cross bijzonder scherpe aan- en afrijhoeken heeft. Specialisten weten meteen wat we daarmee bedoelen. En mocht u zelf twijfelen, u moet maar eerst naar de achterkant van een bus van de lijn kijken. En dan weet u precies wat we met een afrijhoek bedoelen. Fiat geeft zijn Panda Cross twee motoren mee. Een diesel, een Multijet 1300. Turbodiesel, dat is niet de meest moderne motor van deze tijden. En hij is dan ook maar 80 pk sterk. Maar de Cross kan ook uitgerust worden met de Twin Air tweecilinder, 90 pk. En dat is een motor die al veel beter in deze tijden past. En om de kracht van die motor naar de vier wielen te versluizen, heeft Fiat een 5 versnellingsbak handgeschakeld ingebouwd. Fiat weet ook dat de meeste mensen nauwelijks weten hoe ze 4x4 moeten rijden en heeft daarom een systeem ingebouwd dat het u mogelijk maakt om automatisch met de juiste verdeling van de krachten doorheen veld en wegels te rijden. Je hebt een automatische afdalingsmodus die ervoor zorgt dat de ABS en de ESP regeling voor een groot deel de remkracht overneemt, tezamen met het motormanagement. En je hebt ook een modus waarin je echt slechte omstandigheden kan inschakelen, zodat het motormanagement daarop afgesteld wordt en ook de ESP weer zorgt dat wielen nauwelijks doorslippen. Die ESP gaat trouwens ook bij de dynamische rijstijl helpen om niet te veel van uw spoor af te geraken. Hij zorgt dus voor een stabiliteitscontrole in bochten, zowel in sneeuw als in modder. Een auto van 3,66 meter, dan denk je meestal geen kofferruimte. Nou, dat valt in deze klasse eigenlijk nog wel mee. En Fiat claimt dat ze voor deze klasse van auto's de meeste kofferruimte te bieden hebben. Maar natuurlijk brengen we het grootste gedeelte van onze tijd die we aan onze of met onze auto besteden aan de binnenkant door. Laten we eens kijken hoe dat eruit ziet. Het is een beetje een wat recht toe, recht aan interieur geworden met eenvoudige materialen. Maar dat wil ook zeggen dat deze auto eenvoudig en makkelijk te onderhouden is, maar verder heeft de bestuurder alles wat hij moet hebben. Een overzichtelijk dashboard, een fijne middenconsole, elektrische ruitenheffers, een airconditioning. Je zit wat hoger, je hebt een fijn uitzicht op het verkeer en op alle hindernissen die deze wereld te bieden heeft. Achteraan is geen zee van plaats, maar ik denk wel dat de meeste mensen zich daar behoorlijk op hun gemak zullen voelen. Stoelen zitten goed, pook en allerlei nevenattributen staan opgesteld
waar ze moeten opgesteld staan. Kortom, wat wil een mens meer? Trekhaken. Maar ook daar heeft Fiat aan gedacht. En dat zijn bepaald forse exemplaren die hier links en rechts aan de voorkant onder de bumper uitsteken. Een fijne moderne bumper met ledlampjes. Maar het maakt toch dat deze Cross, gesteld dat u zich te ver gewaagd heeft in uw avontuurlijke rit, toch weer makkelijk op het droge dan wel het bereidbare te trekken valt. De DS is inderdaad 60 jaar oud dit jaar, gelanceerd in 1955. En die auto was zijn tijd zo ver vooruit dat hij vandaag ook prima in het straatbeeld zou passen. En dat wordt ook wel bewezen, want er zijn nog heel veel liefhebbers die de auto nog iedere dag gebruiken. Of voor rallies, speciale gelegenheden. Maar gelukkig zien we de DS nog heel erg veel. Je zou bijna zeggen, als Citroën een beetje slim is, dan maken ze opnieuw een DS. We hebben vorig jaar, juni 2014, het merk DS gelanceerd. Het merk DS is begonnen als een premium lijn van Citroën. En uiteindelijk was die lijn zo succesvol dat er is gekozen om het als merk te lanceren. En daar hebben we nu de DS3, DS3 Cabrio, DS4 en DS5 van. DS5 die hier ook gepresenteerd wordt. En uiteraard gaat dit merk nog meer modellen laten zien in de toekomst. Ja, maar wij bedoelen natuurlijk een DS zoals we hem allemaal kennen. Het gaat erom dat je kijkt naar de toekomst. We zijn nu in 2015. De wensen van de consument zijn veranderd, de omgeving is veranderd. Er zijn een heleboel elementen die ervoor zorgen dat je niet meer dezelfde auto kan maken als een heleboel jaar geleden. Bovendien willen we dat ook niet. We willen gewoon steeds met iets nieuws komen. Dat hoort bij ons. Waarom zou ik eigenlijk naar de tentoonstelling in Auto World moeten gaan kijken? Je kunt niet ontkennen dat de DS een heel erg bijzonder model is wat de opvattingen binnen de autowereld toch behoorlijk heeft doen veranderen. Toen die auto gepresenteerd werd in Parijs tijdens het autosalon daar, was het een soort UFO die daar gepresenteerd wordt. Het design was compleet nieuw. De technologie ook, want de DS is de auto van de hydroactieve, wat we nu noemen hydroactief, maar van de vering, van de bekende vering. Dus op heel veel gebieden was die auto echt heel erg vernieuwend. En die auto is daarom ook echt wel een icoon in de auto-industrie. Hoe belangrijk is die eigenlijk geweest voor Citroën als merk? We hebben in de 20 jaar dat die auto geproduceerd is, DS en ID. De ID was eigenlijk een soort goedkopere uitvoering van de DS. Er zijn er bijna 1,5 miljoen exemplaren van geproduceerd. En zoals gezegd, de auto leeft nog heel erg in het hoofd van de mensen, bij de mensen. Iedereen kent eigenlijk die auto. Dus die auto is verschrikkelijk belangrijk voor ons en daarom pakken we ook flink uit voor de 60ste verjaardag. En daar komt nog bij, we hebben het merk DS gelanceerd. Dat is ook niet voor niets dat we die referentie aan DS hebben gebruikt. Waar moet DS als nieuw merk naartoe? DS is het premium merk van PSA. PSA is Peugeot Citroën. En DS, dus positioneert zich duidelijk hoger in het segment. Een UFO, zoals u dat zelf noemde, zou dat vandaag nog mogelijk zijn? Ik denk dat er voor ieder wat wils zou kunnen zijn. Maar uiteindelijk spelen er een heleboel aspecten een rol. Tegenwoordig is het ook belangrijk dat we kijken naar de kosten. Hè? Wat kost het om een auto te produceren? Voldoet hij aan de eisen? Is de klant tevreden? Ik denk dat er nog steeds een markt is voor bijzondere auto's. Ik denk dat Citroën en DS dat ook laten zien. Maar wij zijn niet van het retro design. Dus een DS in een soort nieuw jasje, die doet denken aan de DS van 60 jaar geleden, die hoeven we niet te verwachten. Heeft u er zelf eigenlijk al mee gereden met zo'n DS?
Ik heb er zelf al mee gereden, maar dat was niet mijn auto. Dus ik durfde niet zelf achter het stuur plaats te nemen, want de eigenaar was zo trots op zijn auto. En terecht dat ik mij gewoon heerlijk als een soort president heb laten vervoeren. Espace is niet langer een pure monovolume, maar is wat we noemen een crossover geworden. Die het beste gaat halen uit verschillende segmenten. Uit het monovolume hebben we behouden de modelleerbaarheid, maar we gaan ook het comfort halen uit de berline. En van qua look zitten we meer in het SUV-segment. Het is een compleet andere auto, maar hij houdt nog het bepaalde aspecten van een monovolume. Daarnaast moeten we ook zeggen dat Espace een heel sterke naam is voor het merk Renault. En die naam willen we toch behouden in onze familie. Het zal onze klant zijn die bepaalt of het inderdaad een topklasse auto is of een premium auto is. Het is wel zo dat we met deze auto ambities hebben om die klanten aan te spreken die misschien vandaag met een luxe SUV rijden of een luxe brek. Gezinsauto in die zin dat hij nog heel groot blijft, heel ruim, modelleerbaar ook, nog altijd plaats biedt aan 7 personen. Op dat opzicht blijft hij zeker een familiewagen. Ook de downsizing zetten we door bij deze grote wagen. 2 dieselblokken, telkens 1,6, 130 pk en 160 pk, een biturbo. En dan een benzine die we al uit de Clio RS kennen, de 1,6, ook turbo. Pk wordt dat een manuele klassieke versnellingsbak. Echter op de 2 andere motoren wordt dat een dubbel clutch automatische versnellingsbak. 6 gangen op de diesel, 7 op de benzine. De kant van de Espace is niet langer meer een monovolume. We gaan echt in een berline omgeving zich bevinden. Met inderdaad een heel groot touchscreen, 8,7 duims scherm. Een verticaal gericht, wat eigenlijk een tablet is zoals we in de woonkamer kunnen hebben. Connectiviteit is denk ik totaal. We zitten hier met een evolutie op het Airlink systeem. Airlink dat al gerenommeerd was voor zijn connectiviteit. Nu gaan we een stapje verder. E-mails, internet, alles kan. Heel simpel, 3 motoren, maar ook 3 uitrustingsniveaus waarmee we alle mogelijke combinaties kunnen maken. En de instapprijs is een best interessante prijs, vanaf €34.500.
We staan hier bij een van de meest opmerkelijke motoren van de laatste jaren, de KTM iSM Freeride. Een hele mond vol eigenlijk, om uit te leggen dat dit een freeride motor is, dus een motor waarmee je alle kanten uit kan. En SM wil zeggen een supermotaar, maar de belangrijkste letter in het geheel is de I van electricity. Dit is een elektrische motor, een heel propere, clean motorfiets dus, maar het blijft toch een KTM. En dat wil zeggen dat hij ook sportief is. Hij wordt aangedreven door een elektrisch blok dat 42 Nm levert. En dat mag je rekenen van bij de eerste omwenteling. Al zijn er niet echt omwentelingen, maar ook het elektrische blokje gaat dus toch draaien. En je hebt dus constant die 42 Nm ter beschikking, wat best toch wel wat is. Ondanks dat blijft dit een motorfiets die geschikt is voor A1 rijbewijzen. Dus je kunt er vanaf zeer jonge leeftijd mee op pad. En op pad, dat is wat wij gedaan hebben, zowel in een stedelijke omgeving, waar je kunt voelen hoe wendbaar de motorfiets is. En ook op secundaire wegen, waar je dan toch een beetje sportief kunt gaan rijden. En daar kom je tot de vaststelling dat eigenlijk het lage gewicht en het vrij potente elektrische blok je hopen rijplezier geeft die je eigenlijk niet automatisch gaat associëren met een elektrische motor. Het kan ook in de stad, je kunt er de secundaire wegen mee op en je kunt er vooral ook sportief mee rijden. KTM heeft dat eigenlijk bewerkstelligd door eigenlijk helemaal te gaan kopiëren wat een normale motorfiets als sportieve componenten heeft. Dat wil zeggen hoogwaardige WP-veren, een heel stijf frame en een laag gewicht. Daarmee kun je eigenlijk al een heel eind komen, gecombineerd met goede remmen en een sportieve zithouding, kom je eigenlijk tot deze SM. Die elektrisch aangedreven sportief heel ver komt. Nu, hoe ver is heel ver als je het in kilometers gaat uitdrukken? Het hangt een beetje van je rijstijl af, maar je mag ervan uitgaan dat je met een volle batterij toch 50 kilometer ver komt. Als je dat in een stedelijke omgeving rekent, is dat anderhalf uur rijden. Daarna kun je hem opladen en na 50 minuten heb je alweer 80% van je volledige batterijcapaciteit. Ondanks alle beperkingen van batterijen, want het is nog steeds de grote beperkende factor voor een elektrische motor, heeft KTM toch tot een technologische oplossing gekomen waarbij je al bij al een vrij grote actieradius hebt, een vrij groot gebruiksgemak en vooral ook een heel stille motor, want je hoort hem niet. Dus dat is wel even aanpassen. Wat ook anders is, is dat je eigenlijk niet meer gaat remmen en schakelen met de voet. Dit is een automaat, traploos. Je hebt maar één versnelling. Je rijdt ermee of hij rijdt helemaal niet. En je remt ook met de handen. Linkerhand is de achterrem, rechterhand is de voorrem. Dus het is een beetje aanpassen, het is anders rijden. Maar dit maakt deze motor ook vooral toegankelijk voor beginners. Die helemaal die reflexen van het gewone motorrijden niet hebben. Die onmiddellijk op deze iSM terecht kunnen. Japan quality. Yokohama.